Nou, die tank staat daar. De burgemeester van Amsterdam, Hemke Halsma, zegt het kernachtig. Het is een gebaar van bezorgdheid over de staat van de democratie. De democratie staat onder druk van vele kanten. En onder andere van de kant van dictatuur. We hebben in de Bali een vijfdaags programma van de 31 mei tot de 4 juni... waar we uit heel Europa denkers, schrijvers naar de Bali halen... om te praten over a culture of democracy. En de democratie is iets wat je altijd voortdurend opnieuw... Onder grote groepen burgers van binnen moet voelen. Het is niet iets wat vanzelf overleeft. Het is iets wat je als burger zou moeten onderhouden. Daar moet je over praten. En dit is een, ja, de Duitsers hebben daar een mooi woord voor, denk ik. Maanmaal. Het is een gebaar van bezorgdheid over de democratie, de staat van de democratie. En het is denk ik ook een waarschuwing. We hebben toch heel lang gedacht dat allerlei mensen op andere plekken... ach, als die onder dictators leven, het zal wel. Maar daar krijgen we zelf natuurlijk ook last van. Ik bedoel, als je te lang een dictator in het Kremlin laat zitten... dan krijgen wij daar last van. En dit heeft natuurlijk, heeft betrekking op ons. Ja. En daar gaan we onder andere over praten. We hebben Pieter Frankenpen, we hebben Simon Schama uitgenodigd... we hebben Ecce Temelkuran uitgenodigd... om te praten over de staat van de democratie... over a culture of democracy. Ja.